Sportonderwijs, waar kinderen echt iets aan hebben, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn heel veel docenten die het gewoon heel ingewikkeld vinden om een leuke sportles aan te bieden. Al die kinderen stuiten alle kanten op en het is gewoon anders dan een les gewoon lekker rustig in het lokaal. Er zijn ook docenten die het juist prachtig vinden, maar die zich afvragen, wat moet ik met dat lespakket? Wat moet ik met die toestellen en waar leid ik die kinderen nou eigenlijk toe op? En de grote vraag, wat moet ik ze nou eigenlijk leren? Of is het plezier maken misschien wel gewoon voldoende? Ik vind sport fantastisch. En ik ben ontzettend blij dat ik onderdeel kan zijn van Sportteam Heerenveen. Een team van ALO, CIO-studenten met hun opleiders en aangenomen combinatiefunctionarissen die gewoon ontzettend goed zijn in het aanbieden van sportonderwijs in de gemeente Heerenveen. Ze doen dat op school, in de wijk en bij de sportvereniging. Al de lessen, naschoolse lessen, sportprogramma's, sportevenementen die Sportteam Heerenveen aanbiedt, bieden zij allemaal aan onder de naam Scoren voor Gezondheid. Kijk. Dit programma is ontstaan door een aantal factoren. 1. De gemeente Heerenveen heeft een enorme drive om heel Heerenveen in beweging te brengen. Ook leerlingen op al onze 24 basisscholen horen daar natuurlijk bij. 2. Heerenveen biedt zoveel kansen en mogelijkheden, die kunnen gewoon niet blijven liggen. Denk aan Sportstad, denk aan Tialf en al de velden eromheen die gewoon ontzettend mooi te gebruiken zijn. Ten slotte zijn er ook ontzettend veel brede sportinitiatieven geweest en is er al heel veel ervaring opgedaan in Heerenveen als het gaat om het aanbieden van sportlessen en naschoolse lessen in het primair onderwijs. Het schoolsportjaarprogramma Scoren voor Gezondheid wordt gezamenlijk bestuurd en doorontwikkeld door 5 partners die elkaar naadloos aanvullen. 1. De gemeente Heerenveen als grote drive en opdrachtgever. 2. Sportstad Heerenveen als regelaar en faciliteerder. 3. SC Heerenveen, die vanuit haar voorbeeldfunctie heel graag iets wil betekenen voor de maatschappij. 4. Friesland College CIO's, die gewoon ontzettend goede studenten bieden voor in het onderwijs. En de laatste, 5. De Hans Mulder School, instituut voor sportstudies, die graag met hun ALO-studenten HBO-opleiding nieuwe kennis willen ontwikkelen in de praktijk. En gezamenlijk hebben we al veel ervaring opgedaan. Steeds meer komen we erachter dat we graag antwoord willen hebben op de vragen. Waar staan we voor? En waar gaan we voor? Als antwoord op de 2 vragen waar staan we voor en waar gaan we voor, zijn we uitgekomen op 7 overtuigingen waar we voor staan en waar we voor gaan. De eerste is, het kind staat centraal in ons onderwijs. Ieder kind mag er zijn zoals die is, met al zijn of haar talenten en beperkingen. Kind centraal, dat wil zeggen dat het kind bepaalt niet wat er gaat gebeuren. Heeft er wel enigszins een stem in. Maar we zorgen ervoor dat ze een duwtje krijgen. En dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Daar gaat het om. Kinderen, het draait om het kind. En dat gaat voor mij zo ver dat het kind ook voor een groot deel moet leren te kiezen. Dat een kind ook voor een groot deel moet leren hoe leuk het is om je in sport te bewegen. Dat je ook moet en mag ervaren dat het heel erg leuk is om met anderen te sporten. Dat het ook heel erg leuk is om als kind anderen iets te leren in die sport. Dus ik vind ook dat we ze niet alleen iets moeten aanbieden, maar ze moeten ook uitdagen en verleiden om met ons samen dingen te ondernemen. En als wij er niet meer zijn, of zij zijn oud en we hebben geen invloed meer op ze, dat ze hebben geleerd dat het leuk is om voor anderen iets te betekenen. Nu lopen we heel vaak tegen kaderproblematiek aan, we kunnen geen trainers vinden, dat doen we zelf volgens mij. We leiden te veel op. Kinderen zijn nu belangrijk. We zijn gevoelig, zoals vloeibaar cement. Ga ik zoiets over vertellen? Kind centraal, volgens mij staat het altijd centraal. Kind. Altijd. Wij zelf ook een beetje, want wij zijn degene die het aanbieden. Maar het kind staat centraal, volgens mij. Altijd. Er was ooit eens iemand die tegen me zei, ze zijn als vloeibaar cement. Gewoon hoe ze
hoe gevoelig ze zijn, hoe ze lopen, hoe gevoelig ze zijn voor complimenten, of juist een aanwijzing of persgedrag. Hoe gaaf is het om nu juist niet vloeibaar is, omdat het een beetje kneden, om ze complimenten te geven, om ze te vertellen dat ze, ja, dat ze iets goed doen, ze vertrouwen te geven. Dat is voor mij een hele grote, want van daaruit probeer ik een kans te pakken als ik iemand zie lopen of een kind, of gewoon als hij aan sport is, om hem dus te bemoedigen in wat hij doet. Maar nogmaals, dat geldt volgens mij ook voor de kinderen hier in de vijf. Dat het gaat om dat ze hun talent ontdekken. En als ze die op een gegeven moment ontdekt hebben, dan volgens mij moeten ze niet lastig vallen om nog eindeloos andere dingen. Laten ze dan lekker met dat talent aan de slag gaan. Laten we dat accepteren. Tijdens de gymlessen, maar ook tijdens in het verenigingswerk. Ik vind altijd, ga uit van wat kinderen wel kunnen en juist niet van wat ze niet kunnen. Ja, dan benaderen ze altijd positief. Nou, realistisch, ik ben altijd wel met Wim eens, alhoewel ik het wel heel lastig vind nog steeds. Van probeer het bewegingsonderwijs aan te passen aan het kind. Maar dat vind ik nog steeds lastig, maar goed, daar ben ik wel een voorstander van. Volgens mij heeft ieder kind en heeft ieder mens talenten. En gaat erom dat je die ontdekt en dat je die ook inzet. Ik ben in de gelukkige omstandigheden dat ik werk verricht waarbij ik het gevoel heb dat ik mezelf kan zijn, dat ik mijn talenten maximaal kan benutten. Dat gun ik iedereen. Oriënteren vind ik ook heel belangrijk, dat als kinderen keuzes moeten maken, dat ze ook leren hoe ze keuzes moeten maken. En dat wij ze daarbij begeleiden, maar dat ze ook moeten weten waar kan ik eigenlijk uit kiezen. En daarin denk ik ook dat het kind centraal moet staan. Hè? Het kind maakt die keuzes. Dus, ja. De tweede overtuiging. In al het werken wat we doen, staan we voor samen. Samenwerken als één grote vereniging. Eén grote vereniging van partners, van lesgevers, van kinderen en van scholen. Samen. Volgende kapje samenwerking. Nou, samenwerking, dat doen wij. Dat is ook leuk als wij kinderen leren samenwerken. Dat wij kinderen spel als platformen aanbieden. Waar ze dat zelf ook moeten doen. Zelf moeten samenwerken. Acrobatiek vind ik altijd een heel groot goed voorbeeld. Hier is dus het bewegingsonderwijs, dat willen we hebben zoals we nu mee bezig zijn, met de combi's, met ALO, met Sirius Curve System. Daar zetten we volop in. Daar hebben we als gemeente ook vol in geïnvesteerd. Als je ziet in de salariskosten van de combi-functionarissen en dergelijke, hebben we... Had je vragen? Okay. Dat was ook heel nadrukkelijk bij de raad, toen we die hebben gepresenteerd aan de raad, kon de gemeenteraad nog zeggen van dit doen we of dit doen we niet. Maar die zagen het belang ook heel erg, met name ook dat we het bewegingsonderwijs neer hebben gezet zoals het nu staat en hoe het nog verder kan groeien. Daarvan heeft de raad ook gezegd, ja, dit is geweldig, hier gaan we volop door. Leren doe je altijd samen, doe het woord alleen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is, je leeft niet alleen op de ABO, je leeft hier met elkaar, dus laten we het dan ook vooral met elkaar doen. Nog eentje die ik ook heel belangrijk vind, waar ik probeer vanuit te leven eigenlijk in het project, is samen als één vereniging. Niet als een project of een programma, maar gewoon als een vereniging, waarin we ook geen klanten hebben, maar waarin we dus leden hebben met elkaar. En we zijn gewoon, weet ik veel, leden van een vereniging, we hebben één doel met z'n allen. Kinderen zijn ook leden van het verhaal. En daarin vind ik het belangrijk dat we goed contact hebben. En dat is vaak gewoon te organiseren volgens mij. Zoals we nu ook contact hebben. Dit contact, dat ik met mensen dingen overleg, dat ik gezichten ken, dat ik denk, wie is die blonde ook? Wat weet je? Dat weet ik niet. Maar nou weet ik het. En dat is gewoon heel handig dat je kappen kent en dat je weet van, hé, die kan ik dat vragen, die kan ik dat vragen. Nou ja, samenwerking. Wat zou ik nou eigenlijk echt heel graag willen, is dat we samen met de collega's, combi's, veel meer tijd samen kunnen doorbrengen om ervaringen uit te wisselen. En dingen met elkaar te kunnen delen, zodat wij zelf ook meer door kunnen. Wat aan alle kanten gesnoeid en bezuinigd moest worden, is in de sport eigenlijk erg weinig bezuinigd. Dus dan zie je dat iedereen in de politiek ook heel nadrukkelijk ziet dat juist bij de jonge kinderen moeten we volle bak om die goed in beweging te krijgen. Faciliteren. Dat jullie mij dingen uit de wijk die wij graag zouden willen, zoals... Een mooi voorbeeld is het survival pakket. Dat jullie dat faciliteren richting de heide.
En dat wij dan met de scholen of naar school zelfs kunnen komen. Ja, je gaat straks, alle scholen zitten straks met continu rooster. na schools, hand in hand met verenigingen, dat er nadrukkelijk een combi gezocht wordt met, het is natuurlijk leuk dat er een iets is op een school, ik noem maar wat, er is een, wat we nu doen, er is een leuk judo evenement, hartstikke leuk, maar het moet wel heel nadrukkelijk samen, dus dat je niet alleen laat kennismaken met judo, maar dat je die stap daarna ook doet. Dat je dan zorgt dat de mensen die er interesse voor hebben, dat die na schools ook kunnen judo. De gezonde voeding, weinig verstand van. Weinig, eigenlijk geen. Ik weet wat ik eet en ik weet wat, nou ja, voor de rest niet, maar voor, ik weet er voor de rest helemaal niks van. Dus het mooie zou zijn als iemand daar, die daar verstand van heeft, bij ons langskomt op de school om dat dus te gaan vertellen. Ik moet kunnen samenwerken, ik moet ook erg goed kunnen luisteren naar hun voorstel. Kinderen mogen beter tegen mij zeggen van, meestal zouden wij volgende week dat kunnen. Misschien kan dat, doen we dat volgende week. Hartstikke goed. Gaan we dat overleggen, gaan we dat plannen, kan het wel, ja, dat kan. Nou, samenwerking, daarmee bedoel ik wat wij hier met z'n allen doen. Alleen kan het nooit, geen een van de partijen, maar door juist te bundelen kunnen we dit voor elkaar krijgen. En we gaan straks nog een vertaalslag maken. Dat is zelfs zo dat als wij bijvoorbeeld straks een judo-clinic hebben met het school, kan het best zo zijn dat onze voorzitter Robert Veenstra mee moet om de matten neer te leggen. Want iedereen moet verplicht een x-aantal uren straks op jaarbasis meedraaien in onze maatschappelijke projecten. Ja, morgen hebben we een Overtuiging 3. In het onderwijs gaan wij voor betekenisvol onderwijs. Onderwijs met een echte betekenis waar leerlingen, kinderen echt iets aan hebben. Heel veel onderwijs is zinvol, denken wij. Maar in hoeverre heeft het ook echt een betekenis voor het kind? Dat is de vraag die wij ons steeds willen stellen. Nou, en dit moet leiden tot betekenisvol onderwijs. En als ik dat in een kort even neer mag zetten, voor mij is dat je weet waarom je iets moet leren. Dat je ziet wat de noodzaak ervan is, de nut. En dat je wat je gaat leren of trainen, dat je dat gelijk kan toepassen in het hier en nu in de praktijk. En het grote belangrijkste is, ik als meester, dat ik voor hun, vanuit die drijf, gewoon heel simpel een goed voorbeeld ben. Dus ik ben gewoon iemand waarvan zij zien die ze gewoon nadoen. Weet je, ze leren knipoog geven, zodat iemand anders ook knipoog geeft. Dus gewoon nagemaakt gedrag. Maar dat is volgens mij belangrijk. Simpel. Zorgen. Uitdagen. Bemoedigen. Waarderen. Gewoon allemaal liefdevol. Kunnen we allemaal. Denk ik. Want, kinderen nieuwsgierig maken. Nou, dat kan met die methodeles ook zat, vind ik. Maar die betekenisvolle les vind ik ook heel waardevol. En kinderen nieuwsgierig maken naar dingen, ja, dat is heel leuk. Kinderen zien... We zien nadenken over dingen, kinderen zien wat ze ook maar doen. Het is gewoon prachtig om dat te zien. En we keken wat rond en er waren ook les, de andere lesgevers die gaven die les. En heel vaak waren dat niet echt betekenisvolle lessen. Dus we dachten van, dan gaan we iets aan doen. Dus we hebben toen een lespakket ontwikkeld, de methode Survival. Maar de eerste les die ik gaf was gewoon om te testen dat het viel. Toevallig had ik het weekend daarvoor een Survival run gelopen. Dus ik had die medaille om mijn nek gehangen. En ik was die zaal ingelopen en ik had al die kinderen op mijn lijn zo, ik weet nog heel goed. Ding om mijn nek. En ik ging dus daar gewoon staan in zijn veilig pak. Zo'n tijd aan, weet je wel, een shirt. En die kinderen die begonnen dan vanzelf vragen te stellen van, wat heb je aan, meester? Ja, nou, dus mijn pak en mijn medaille en zo. En toen kwam een heel mooi het verhaal vertellen dat ik een derde prijs had gewonnen. Ja, gewoon in survival run. Nou, toen hebben we heel snel die brug gemaakt van, hey, dat gaan wij ook doen. Vind je het leuk als ik wat voorbeeldjes geef? Huppakee, die touwen in, van touw naar touw naar touw naar touw. Die kinderen stonden echt zo te kijken van, wow, wat gebeurt hier? Dat is echt super mooi. Dus die kinderen waren zo ontzettend enthousiast om daarna te gaan survivalen. Dus dat hebben we ook gedaan. Het doel hebben we toen neergezet met z'n allen op van, hey, we gaan survivalen lopen. Nou, een maand later, na allemaal lessen, hebben we dus dat gedaan. Hebben ze allemaal hun eigen shirtjes gemaakt. En startnummers erop. En zijn we heel hard over de baan gegaan. Maar zeg maar, eerste kennismaking met betekenisvol onderwijs. Samen met Wim was het toen dat traject. Heeft mij heel veel gebracht. En voor mij is echt een belangrijk aspect, het nieuwsgierig maken. Bij judo was afgelopen donderdag, was het denk ik, kwamen we bij een jongen die gaf judo. En die had in plaats van de basketbal, weet je wel, de respectbasketbal, die kon je uitdelen.
had een band gemaakt met Super Judoka. En dan kreeg je aan het eind van de les of iets voor het eind, dan wees je een kind aan van nou, jij hebt het waar verdiend, want dit en dit, je hebt zo goed je best gedaan. Kreeg je applaus van de klas, kreeg je die band om. En de volgende les werd er weer opnieuw uitgedeeld. Dus nou, dat was iets heel moois. En dat krijgt wel meer betekenisvol, dus ze zijn ook bij B. Dat was een mooi voorbeeld daarvan. Dus laten we proberen onderwijs aan te bieden waar het kind wat aan heeft. En dat geldt niet voor ieder kind dat dezelfde basisschool en hetzelfde programma en dezelfde methodiek voor dat kind zeer betekenisvol is. Dat bepaalt het kind zelf. Betekenisvolheid is wel het sleutelwoord. Laten we ze dingen aanbieden waar ze wat aan hebben en overtollige bagage niet doen. Vanuit die drijf, dat zou ik echt gaaf vinden, om vanuit daar gewoon die lessen te geven. En dat maakt volgens mij niet eens precies uit wat we doen. Overtuiging 4. In de maatschappij waar we leven, waar obesitas bestaat en waar je ontzettend veel troep kunt kopen in supermarkten, vinden we met z'n allen belangrijk dat we staan voor advies en voorbereiding op het gezond leven, op het zelfbewust worden van hoe je gezond kunt leven. Dit doen we door informatie te geven over voeding en ook deze lessen te integreren in het bewegingsonderwijs. Ja? Mooi. Kijk, ik begin met heel Heerenveen in beweging. Dat is uiteindelijk het hele doel, tenminste vanuit de gemeente. Dit is heel kort de doelstelling van Heerenveen in sport. We willen heel Heerenveen in beweging hebben. Iedereen een leven lang. Heel Heerenveen in beweging, ik heb het ook maar zo genoemd, net zoals Niels. Want dat is eigenlijk denk ik toch een beetje wat ook een beetje het streven is van de gemeente en waar ik ook een beetje vanuit probeer te werken. Ja, ik vind dat altijd een mooie uitspraak van de heer Kees Jansma. Sport is de belangrijkste bijzaak in het leven. Dat is bij mij in ieder geval sowieso het geval. Dus ik had hem er vorig jaar even bij gezet. Oké, deze zaak van Robert, heel Heerenveen in beweging. Maar ik twijfel altijd een beetje bij die. Ik denk van heel Heerenveen in beweging, maar houd het in. Wat zit daaronder? Nou, er zit volgens mij onder dat het gezondheidsaspect gewoon heel belangrijk is. Ja, kinderen, die maatschappij is gewoon zo, dat er steeds meer computerwerk is, dat ze in de winkel gewoon steeds meer troep kunnen kopen. Dat is er gewoon. Dus het enige wat we volgens mij kunnen doen, is niet zozeer in beweging brengen, dat is één aspect, maar volgens mij is het veel belangrijker dat ze bewust gezond worden. Nou, ik hoorde vorige keer iets over de gezonde voeding. Ja, dat lijkt me geweldig of zo, want ik ken wel een paar kinderen die eigenlijk niet altijd even gezond eten en het gewicht niet mee hebben. Maar wanneer dat zo'n kort project matige dingen zijn, dan is het voor mijn gevoel net wat te weinig. Dus dat lijkt me heel belangrijk, omdat ja, dat moet heel vaak terugkomen. Maar ik weet niet hoe, maar op een of andere manier moeten we daar gewoon heel veel aandacht aan besteden. Het is niet alleen het bewegen, het is juist ook dat eromheen. Ja, ik zou graag theorielessen willen geven aan basisscholen, maar er is weinig tijd voor, denk ik altijd. Gastlessen, Karen was bloot, ook ik. Ja, en zelf misschien leuk om een methode te ontwikkelen over gezonde voeding en dat het een beetje toepasbaar is binnen je onderwijs. Uiteindelijk, dit is dan die aardbol. Het gaat om een leven lang leren, 3L, we hebben net al gehoord, een leven lang sporten. Misschien gaat het ook om een leven lang gelukkig te leven. Maar volgens mij gaat het daar wel over. Dus gaat het ook wel heel duidelijk over duurzaamheid. Dat we goede dingen doen. De risicovolle niet-levens, die willen we in actie krijgen. Kinderen met overgewicht en als die tijd hebben, leek me dat geweldig om een jeugdbegeleider in een zaaltje met dat soort kinderen iets te doen. Dat vind ik heel belangrijk. Ik heb nou heel veel kinderen met overgewicht. Meestal kan je meedoen, want mijn knie doet zeer. Die komen heel vaak met smoesjes. Nou, dat vind ik zo jammer dat die niet meedoen. Het derde puntje, overgewicht en obesitas. Dat zie je steeds weer terugkomen, ook weer in ABC'tje. Een typisch praktijkvoorbeeldje. Ik ben trainerleider bij de ACE van Vijfje Oude Ziel. Wie kent het niet? Dat zijn mannetjes van 9 en 10. Dat zijn 9 mannetjes en 3 daarvan die zijn echt te dik. Dan denk je al bij een klein dorpje. Daar kan iedereen kan bewegen, iedereen kan buiten spelen. Er is eigenlijk niks aan de hand. Maar dat zie je in Oude Ziel, maar dat zie je overal. Jullie zien er ook om je heen. Maar daarom wil ik hier op fors op inzetten om te voorkomen dat nog veel gekker wordt. Wat zou ik nou uiteindelijk willen? Dat is dat elk kind de mogelijkheid krijgt om te bewegen, elke dag. Kinderen willen bewegen, die moeten bewegen en moet ook vaker dan 2 keer.
kantoor moet elke dag. Kinderen, ik wil eigenlijk elk kind elke seconde zien bewegen in de gymles. En hoe of wat voor manier ze het doen, al staan ze springend op één been of al dansen ze door de zaal of weet van wat. Ik wil graag dat iedereen beweegt. En zo lang mogelijk en zo vaak mogelijk. En ik denk dat door middel van het onderwijs dat ik momenteel bied, dat ze dat doen. En dat ze ook daardoor meer gemotiveerd raken om binnen een vereniging te gaan sporten. Of na schooltijd of wat dan ook maar. Maar ik vind het wel belangrijk dat je dat meegeeft. Dat je kinderen dan van bewust maakt dat sporten niet alleen leuk is, maar dat je het ook doet voor je gezondheid en dat het gezond is om veel te sporten. Mijn ultieme streven is dat we mensen helpen dat zelf te creëren. Mensen hun eigenaar worden van hun eigen vitale gezondheid. Overtuiging 5. Sport moet leuk zijn. Er moet plezier zijn in de lessen. We zijn ervan overtuigd dat we willen gaan voor lessen waarin kinderen plezier hebben. Waarin kinderen ervaren dat sport leuk is en een positieve ervaring met sport zullen krijgen. Deze, die is van belang. De basis wordt gelegd in de jongste jaren, wat sport betreft. Wat heel erg leuk is, als blijkt dat je een sport in jongere jaren, als die echt in je hart zit, blijven die tot in lengte vandaag beoefenen. Bewegingsonderwijs. Wat voor mij heel belangrijk is, nou, dat is toevallig wat mijn twee collega's ook al zeiden. Sporten is leuk en ik wil dat die kinderen dat ook voelen. En dat wij als beweegteam, als sportteam, dat ook uitstralen. Dat die kinderen zien van sporten is leuk en ook ervaren dat sporten leuk is. Daar hangt voor mij één aan vast en dat is kinderen vaardiger maken. Ik denk dat als kinderen vaardiger worden en merken dat ze dingen kunnen, dat ze dan ook meer gemotiveerd raken om te gaan bewegen en te gaan sporten. Dat wij het belangrijk vinden dat ze dat op een leuke manier doen, met veel plezier en respect. Dat is sport. En dat je ervan geniet. Dat ze er warm van worden. En worden we ook warm van. Nou, Jonas, die kon niet meekomen. Die durfde niks, wilde niks, vond er helemaal niks aan, het hele bewegen. En die hing ook in de tweede tree van het bandrek met knikkende knieën. En dan keek je me aan en de ogen van hem die schreeuwden van help mij hier alsjeblieft nu uit. En zo zijn we heel langzaam met hem aan de slag gegaan. En ben ik met hem in gesprek geweest. Zei ik, maar hoe kan dat dan? Waarom vind je dat nou zo eng? Nou, hij had hoogtevrees, hij was een paar keer gevallen. En eigenlijk vond hij alles wat met bewegen te maken had, vond hij eigenlijk doodeng. En dat wilde hij dus eigenlijk ook niet. Nou, zo zijn we heel langzaam, stapjes voor stapjes, daarmee aan de slag gegaan. Hebben we hem steeds een treetje hoger gekregen in het landrek. En op een gegeven moment had Jordan het vertrouwen in de gymlessen. En toen dat eenmaal klaar was, toen gingen de remmen wat los. En toen is hij alles gaan... Jordan is er nu weer, maar... Ja. Nee, maar toen is hij eigenlijk alles mee gaan doen. En toen in één keer, vond hij het leuk. Een vorige directeur op school heeft tegen mij gezegd, zorg dat elk kind, ook al kan hij niet kaprollen, of kan hij niet rekenen, maar dat elk kind een succesmoment heeft. En dat succesmoment, dat moet jij belonen met, nou, toen ik naar voren klas was, met een krul of een sticker of een, maar dat kan ook met een aai over de kop, of een, nou, wat dan ook. Maar elk kind moet dat eigenlijk een keer van jou verdienen. Dan zie je ze een beetje, zie je ze groeien, is prachtig. Ja, bewegingsonderwijs met veel plezier. En ik wil me voorstellen, ik denk als kinderen plezier hebben, dan gaan ze ook meer bewegen en vaker bewegen en zelf bewegen. Tijdens mijn gymlessen, of onze gymlessen, probeer ik de kinderen zo enthousiast te maken dat ze bewegen al leuk vinden. Samenwerken, dus dat is dat ze samen met vriendjes en in een veilige situatie bezig zijn om te bewegen. Dus ervaring. Positieve ervaring. Maar dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat kinderen, die moeten wel ervaren dat ze dingen ook kunnen. En op wat voor niveau dan ook. We hoeven niet allemaal topsporters te zijn. Sommige kinderen die... op het moment dat je iets moeilijks aanbiedt en ze merken ik kan iets niet, dan denk ik dat je geremd wordt. En op het moment dat je dan iets aanbiedt wat zij wel kunnen en ze merken, hé, maar ik kan ook wat. En ik kan ook een succeservaring beleven, dan wordt het vaak als leuk ervaren. Overtuiging 6. We zijn ervan overtuigd dat in de maatschappij ontzettend veel te kiezen is. Je kunt kiezen uit 100.000 studies. 100.000 sportverenigingen, we willen leerlingen laten kiezen. Dit willen we doen door een gevarieerd sportaanbod te bieden, waar we vervolgens leerlingen zelf uit willen laten kiezen.
Op basis daarvan denk ik dat kinderen zich goed kunnen oriënteren en dat ze dan keuzes moeten leren maken. Van, hé, maar ik wil graag wel bewegen, maar wat past nou bij mij en wat vind ik nou leuk? Ja, met name vind ik het daarom ook belangrijk dat kinderen gewoon veel in aanraking komen, dat ze veel verschillende sporten. Voor mij geldt het dat ik nooit op het basisonderwijs en nooit in het voortgezet onderwijs normaal gymles heb gekregen. Op het basisonderwijs was het altijd maar wat apenkooien en lang leven de lol, maar we deden eigenlijk niks. En dat was op het voortgezet onderwijs ook zo, daar hadden we een fitnessschooltje bij en je mocht fitnessen en als je wilde voetballen, dan mocht je voetballen. En dat was het ook. En zo heb ik dus eigenlijk nooit ervaren van wat is er eigenlijk allemaal. En aangezien mijn vader een voetballer was en die dacht, en mijn zoon gaat ook voetballen. Ja, stond ik met 6 jaar ook op voetbalveld. Dan was het bij mij een schot in de roos. Want ik vind het nog steeds prachtig. Maar ik kan me ook voorstellen dat het zo is dat je als kind, dat het niet echt jouw keuze is. Ook belangrijk, en dromen. Dat ik graag wil dat kinderen veel oriënteren in de sport, veel te maken krijgen met verschillende soorten sporten. En daarom misschien ook weer eens een keer verder gaan kijken van, goh, oh, dat is ook leuk judo. Kijken wat daar dat kan doen. Ik denk dat je dat binnen het bewegingsonderwijs heel goed kan promoten en heel goed kan laten zien wat er allemaal te koop is in de wereld van sport. En daar de kinderen stimuleert om te gaan sporten. Oriënteren vind ik ook heel belangrijk. Dat we als kinderen keuzes moeten maken. Dat ze ook leren hoe ze keuzes moeten maken. Dat wij ze daarbij begeleiden, maar dat ze ook moeten weten waar kan ik eigenlijk uit kiezen. Gevarieerd sportaanbod, na schools ook met name. Heel veel dingen. Nu hebben we een tumblingbaan neergelegd, zodat ze tijdens de NSA bezig kunnen zijn met turnen. En ze hebben nu een heel blok met alleen maar tumblingbaan springen, dus turnen. Kennis maken met verschillende sporten. Ik vind het heel belangrijk dat je in je bewegingsonderwijs ook zorgt dat er heel veel gedaan wordt. Dus heel veel verschillende sporten aan bod komen. Zodat kinderen ook zien van wat er allemaal op de markt is. En zodat kinderen ook kunnen ervaren van, hey, wat is nou iets wat ik leuk vind en wat past bij mij. Overtuiging 7. Onderwijs moet je kunnen meten vinden. Je moet leerlingen kunnen volgen en leerlingen moeten zelf kunnen leren hoe ze zichzelf kunnen volgen. We willen onderwijs kunnen meten. En dan wordt het wel belangrijk, vind ik. Want als we dan zo kunnen aanpakken dat we kinderen nieuwsgierig maken, dat we hun leren kiezen vervolgens, en dat we dan vervolgens samen terugkijken op wat er is geleerd. Dat zou ik echt zo gaaf vinden. Ik heb het dan zelf nog nooit gedaan in de les, maar het is wel echt een overtuiging van hoe gaaf ze dit zijn als dit kan. En dan dus zeg maar genieten van de dingen die zij hebben. Volgens mij kan dat hoor. Dat je dus kinderen met kinderen dat overlegt van hey, dit zouden we willen. En dat we dan dus vervolgens in dat systeem gaan kijken van, hey, dat kinderen zelf gaan vinken van, hey, dat heb ik. Ik ben daar in de buurt gekomen. Ik heb het gehaald, dat is goed gegaan. Of dat zo'n kind zelf inschat van, hey, ik had eigenlijk die houtgreep willen leren van tevoren, daar heb ik voor gekozen. Maar ja, het is toch niet gelukt, want er is ook één les uitgevallen. Weet ik veel. Dat zou volgens mij best kunnen. Als je dat vraagt aan buitenstaanders, waar Heerenveen bekend om staat, dan begint je met die eerste, die is heel duidelijk. Sport, dat is iedereen die associeert Heerenveen met sport. En verder, die vond ik leuk, korte lijnen, in overheidsland gezien. En we zijn klein, maar wel heel creatief. We krijgen hier heel veel voor elkaar. Maar dingen aanreiken. Ze moeten op een gegeven moment zelf dingen gaan aanreiken. Zo mooi is als we in een wijk zijn, dat we ze helpen op een gegeven moment dat er in die wijk iets ontstaat, waardoor ouders met kinderen het zelf gaan aanpakken. We zitten nu bijna op het hele bewegingsonderwijs. Die willen we compleet maken. We zitten nog 24 scholen, kom ik straks net op terug, we willen er nog 27. Mijn drive hier ook is om met jullie zoveel mogelijk nieuwe dingen te ontdekken. De directeur zegt, wij willen eigenlijk alles wel. Maar het is tegenwoordig heel lastig om vervoer, om ouders te krijgen die kinderen willen vervoeren. Dus dat is gewoon heel jammer. Als iets niet werkt, stop er dan alsjeblieft mee. Ga niet verder modderen met iets waarvan ik denk, nou dat hoeft niet. En ga het proberen anders te doen. Als iets goed werkt, nou, doe er dan meer van. En als iets werkt, leer ervan en leer het een ander. Volgens mij is het gaaf als kinderen het leren. En sport als middel. Dat is voor mij ook een hele belangrijke. Sport als doel vind ik ook belangrijk. Ik vind het mooi als ze goed kunnen sporten. Maar om het als middel te gebruiken, dat is voor mij ook eentje dat ik daar zoek ik altijd zelf naar. Ik weet niet hoe we erop kwamen, maar op een gegeven moment hadden we het over van kinderen tegenwoordig. Die denken dat het melk komt uit
een supermarkt. Nou, als ik een wandelaar zou willen bedenken, dan hoop ik niet dat de kinderen die Heerenveen fijn denken dat de melk alleen maar uit de supermarkt komt, maar ook dat sport niet alleen maar iets is wat gebeurt tussen de vier muren van de gymzaal. Een beetje in die lijn dus. De diepe betekenis van sport en bewegen, daar zou ik in ieder geval een wandelaar willen bedenken.